Welkom bij een spelzolder. Leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Time Zoo, uitgegeven door Wolfhorn Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je dan 20 tot 30 minuutjes mee bezig bent. En in dit spel probeer jij de meest indrukwekkende collectie aan dinosauriërs te verzamelen voor het pretpark. En dat doe je door de juiste voedselkaarten te spelen en tegelijkertijd te letten op welke eigenschappen het beste in elkaar grijpen. We hebben de tijd tot de trekstapel leeg is en degene die dan de meeste punten heeft weten te scoren, wordt de winnaar. Dus laat maar eens een blik werpen op wat er allemaal in het doosje zit. Spel is van de hand van Ruud Nederpelt. Dit is nog een prototype, dus bepaalde onderdelen zullen anders worden, zoals het regelboekje. Maar ik heb het regelboekje in het Nederlands en het regelboekje is prima opgezet. Zoals ik al zei, dit is nog een prototype regelboekje met een uitleg van alle verschillende eigenschappen, maar de symbolen zijn vrij duidelijk, dus het is gemakkelijk om door te komen. Verder krijgen wij de verschillende voedselkaarten waarmee we de dinosauriërs naar ons toe gaan lokken. En natuurlijk de diverse dino's en andere prehistorische wezens zoals de dodo's en mammoets die we gaan verzamelen. En tot slot de startspelerkaart en de verschillende karakterkaarten die wij kunnen krijgen. Die ons een extra opdracht geven waar we aan het einde van het spel extra punten mee kunnen verzamelen. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 2 spelers. Elke speler krijgt een karakterkaart waarop een manier staat om aan het einde van het spel extra punten te verzamelen voor mijn karakter. Wil dat zeggen dat ik van elk kleur, dier en minstens 1 moet hebben om 3 extra punten te krijgen. En we krijgen een starthand van 5 voedselkaarten. We wijzen willekeurig een startspeler aan. We schudden de resterende voedselkaarten, leggen er alvast 1 in de aflegstapel. En we schudden de dierenkaarten en we leggen er 5 in het aanpot. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het doel van het spel is om ervoor te zorgen dat jij degene bent met de meeste punten. Daarvoor hebben we de tijd totdat de laatste kaart van de trekstapel opengedraaid wordt. Die ronde wordt afgemaakt zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. Maar dan gaan we kijken naar de eindscore. En de meeste punten wint. Maar zo is een mop. Laten we maar eens wat dino's gaan vangen. We beginnen met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En als een speler aan de beurt is, heeft hij keuze uit 2 acties waarvan hij er eentje mag uitvoeren. Allereerst mag je nieuwe kaarten pakken, nieuwe voedselkaarten. Waarbij je mag kiezen uit de bovenste 2 kaarten van de gesloten trekstapel, de bovenste 2 kaarten van de aflegstapel of een combinatie 1 om 1. Er is geen handlimiet, dus laten we zeggen dat ik 1 om 1 doe. Dit is best een aantrekkelijke kaart. Kun je zowel als blauw voedsel als rood voedsel gebruiken. Uiteraard kun je ze nooit als beide gebruiken. Tweede optie is, ik gebruik mijn voedselkaarten om een dino uit het aanbod te kopen. De dino's hebben een prijs erop afgebeeld in de vorm van symbooltjes. Deze mama mammoet, die kost 3 groene kaarten. En dat mogen 3 dezelfde, 3 verschillende of een combinatie ervan zijn. Zolang de symbolen los van elkaar staan, kost het gewoon een groene kaart in dit geval voor elk symbool. Dus ik kan met deze 3 groene kaarten zou ik deze kaart kunnen betalen en die leg ik open voor meneer. Daarna wordt de markt onmiddellijk aangevuld. Als je een kaart ziet waarop 2 symbolen naast elkaar staan, dat betekent dat je 2 identieke kaarten moet inleveren. Dus in ieder geval 2 rode kaarten die hetzelfde zijn. Dus in mijn voorbeeld zou ik kunnen betalen met 2 keer deze rode kaart, omdat die hetzelfde type rood voedsel afbeelden. Alleen ik moet ook nog een derde kaart erbij leggen en die heb ik op dit moment niet. Hetzelfde geldt voor hier. Ik heb hier 2 vissen. Die kan ik gebruiken om deze 2 blauwe symbolen te betalen. Met een vis en een inktvis kan ik dat niet, omdat ze naast elkaar staan. Is de kleur oranje, dan maakt het niet uit welk type je gebruikt. Maar nogmaals, hier staan de 3 symbolen naast elkaar. Dus welke kaarten je gebruikt maakt niet uit. Ze moeten alleen alle 3 hetzelfde type zijn. Dus 3 keer een vis, 3 keer ribbetjes, noem het maar op. Op het moment dat je een kaart koopt, krijg je onmiddellijk de bonus die eronder staat.
Sommige bonussen, de meeste bonussen, gaan af op het moment dat je de kaart koopt. Deze kaart zegt bijvoorbeeld dat je meteen een nieuwe kaart van de gesloten stapel pakt voor elke vis die je hebt liggen of elke kaart met dat symbool. Deze kaart zegt op het moment dat je hem koopt, verwijder je 3 kaarten uit de markt. Daarna wordt de markt weer aangevuld. Dit is een pestkaart. Op het moment dat je deze kaart koopt, leg je hem bij een andere speler neer. En in ruil daarvoor pak je een van de dino's van die andere speler en die leg je bij jezelf neer. Dus dat is een mooie manier om puntjes bij een andere te scoren. En zoals de eitjes, nou deze kost dus een blauw, een groen en een rode kaart. En is 1 punt waard, maar heb je 2 eitjes, zijn ze in totaal 4 punten waard. En ze worden steeds meer waard als je meer eitjes weet te verzamelen. Dat is de tweede optie, het aantrekken van een dinosaurus. En dan is de volgende speler, die kiest weer een actie, nemen van voedselkaarten of het aantrekken van een dino. En zo spelen we ons de beurt vrolijk verder. Totdat de laatste kaart van de trekstapel in de markt wordt gelegd. Dat luidt de laatste ronde in. We gaan kijken waar we zitten ten opzichte van de startspelers, zodat iedereen evenveel aan de beurt is geweest. Kortom, als ik het zou doen, krijgt Googly Eyes nog een beurt als Googly Eyes de laatste kaart opendraait. Is daarna het spel meteen voorbij. En dan gaan we scoren. En je gaat kijken naar de waardes van elke dino die je hebt. Plus eventuele bonussen. Deze mama mammoet zegt bijvoorbeeld, ik krijg 2 extra punten als je ook papa mammoet hebt. Deze kaart meer punten als je meer hebt. Dat levert een basisscore op. Je kijkt of je eventueel voldaan hebt aan je opdrachtkaart. Dat levert nog een paar extra punten op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Time Zoo. En zo wordt het spel gespeeld. Time Zoo is een vermakelijk en toegankelijk kaartspelletje wat je gemakkelijk op tafel kan krijgen. Met een goed thema en een tof artwork. De dino's zien er stoer uit. De eieren en de dodo en de mammoet ook prima. En ook het vlees, of tenminste de etenskaarten, zijn nou ja, voor ons niet zo woest aantrekkelijk. Maar we snappen dat de dino's daar warm van worden. En het spelmechanisme is lekker simpel. Als je aan de beurt bent, kies je ervoor om ofwel voedselkaarten te kopen, of je gaat met je voedselkaarten bepaalde dino's naar je toe trekken. En de verschillende kleuren verklappen al een beetje wat voor soort eigenschappen je kunt verwachten. Rood is wat meer het pesten. Blauw zorgt voor meer kaarten of een extra actie. Groen scoort wat meer puntjes. En oranje doet van allerlei gekkigheid tussendoor. Dus ook daar kun je een beetje je focus op leggen. Maar juist de mix van al die eigenschappen is super interessant. En wat ik ook tof vind, je hebt allerlei soorten voedsel nodig. Maar er zijn genoeg kaarten met dubbele voedselsymbolen. En als iemand hele goede kaarten heeft en die gebruikt om een dino te kopen, dan gaan die naar de aflegstapel. En dat betekent dat jij als speler daar dankbaar weer gebruik van kan maken door die kaarten daar vandaan op te pakken. Dus dat zorgt ervoor dat iedereen altijd wel mogelijkheden heeft om lekker wat te clearen. De klok in de vorm van deze stapel maakt dat het spel vlotjes wegspeelt. Voor je het weet zit je aan het einde. Met 2 spelers heb je iets meer de gelegenheid om grote combinaties te maken. Waar je met 5 natuurlijk moet echt vechten om de verschillende kaarten. En dan worden deze oranje prehistorische honden, zoals ik ze gedoopt heb, een stuk interessanter. Want dan kun je misschien net even dat kaartje wat jij eigenlijk nodig hebt om je combinatie wat sterker te maken naar je toe trekken. En dan zadel je iemand anders weer met 1 zielig puntje op. Maar alles bij elkaar genomen is Time Zoo gewoon een vermakelijk spelletje wat goed in elkaar zit met een leuk thema, tof artwork en eenvoudige regels wat lekker wegspeelt en een prima speelbaarheid heeft. En daarom ook een 7 krijgt. Not spelling zolder.